In de voorlaatste wedstrijd van de play-offs kon Antwerpen zich op het veld van Mijnen verzekeren van de allereerste titelfinale uit de clubgeschiedenis. Het moest dan zelf uiteraard winnen en rekenen op een misstap van eerste achtervolger Mazijk bij Puurs. De talrijk meegereisde supporters zijn in ieder geval klaar voor een afspraak met de volleybalgeschiedenis. Maar Antwerpen start aarzelend in de receptie en laat Mijnen uitlopen tot 5-2. Ook Mijnen speelt niet secuur in die beginfase en dankzij een knappe service van Bajic staat het weer gelijk, 8-8. Het gaat dan lang gelijk op, Antwerpen kan nooit verder uitlopen dan 3 punten en bij 18-18 staan de bordjes weer helemaal in evenwicht. Tijd voor coach Chris Tange om een time-out aan te vragen. En dat loont. Antwerpen loopt stelselmatig uit en bij 21-24 krijgen de bezoekers een tweede setpunt. Seppe Bates kan simpel binnentikken, 0-1. De tweede set start opnieuw gelijk opgaand, maar het Antwerpse killblok zorgt voor een eerste 3-puntenkloof, 7-10. Mijnen laat zeker niet begaan. Via Cox gaat de thuisploeg er zelfs op en over, 14-13. Maar Antwerpen houdt de druk hoog en dwingt Mijnen in de fout te gaan. Hier slaat Balduik de bal buiten. 16-20 voor Antwerpen. De bezoekers raken dan helemaal op dreef. Bajic zal weer met een mooie geplaatste service. 17-23. Bij 18-24 krijgt Antwerpen een eerste setbal. En dat is meteen de goeie. Bas van Bemelen met een pegel. 18-25 en 0-2 voor Antwerpen. Ik denk dat wij op het einde van een set beginnen te beseffen van jongens, dat is een ploeg dat we echt niet tot het einde mogen laten meekomen, want op het einde kunnen die altijd iets meer. De Antwerpse supporters ruiken de overwinning dan al. Maar ook in set 3 laat Mijnen zich niet meteen naar de slachtbank leiden. Hier hoeft Van Bemelen maar simpel over te tikken, 6-7. Antwerpen krijgt het niet op een presenteerblaadje. Aan de tweede technische time-out staat het 15-16. Het zijn voor de bezoekende fans om de Mexican Wave in te zetten. Het motiveert Antwerpen om opnieuw het gaspedaal in te drukken en Mijnen tot fouten te dwingen. Seppe Bates door het midden en 20-23. Antwerpen kan de overwinning al ruiken. Bij 21-24 mag Van Bemelen serveren voor de wedstrijd. Met een killblok klopt Antwerpen zich naar een 0-3 overwinning. De topteams hebben we allemaal punten laten liggen dit seizoen en ook in de play-offs zelfs. Ze zijn echt goed, thuis vooral. En, ja, we wisten dat we volle bak moesten gaan en heel agressief gespeeld vandaag, goed opgeslagen en uiteindelijk viel het kwartje aan onze kant. Ook bij Mazijk viel het kwartje aan de juiste kant. Het won met 1-3 bij Puurs en dus moet Antwerpen zaterdag in de eigen arenahal Asselineck verslaan om naar de finale te gaan. De druk wordt nu wel heel groot op onze schouders en daar moeten we nu mee omgaan. Maar ik denk dat we getoond hebben in het verleden dat we dat kunnen. Maar het wordt een speciale wedstrijd, dat kan ik nu al zeggen. Maar goed, we gaan ervoor. We hebben alles in eigen handen en we moeten er een groot feest van proberen te maken. En, we hebben vertrouwen in.